In de schijnwerpers van het mediacircus staan Katrien Keil en Tina Nijkaamp, die volgens Gordon stevig op hun vingers worden getikt. Volgens hem hebben ze zich op een uiterst onethische manier gedragen, maar de mening van Keil lijkt Gordon niet te deren. Haar oordeel raakt me niet, sneert hij. Gordons voortdurende geschillen met allerlei mensen hebben hem niet bepaald geliefd gemaakt, en Katrien Keil behoort zeker niet tot zijn fanclub. De ervaren televisiepersoonlijkheid gaf vorig jaar zelfs aan fysiek onpasselijk te worden van Gordon. Vorige maand uitten ze ook kritiek op Bo van Erve vanwege diens interview met Gordon, waarin ze beweerde dat hij de plank volledig misloeg. Gordon is echter van mening dat Keil geen recht van spreken heeft. Hij herinnert eraan dat ze eerder verklaarde over hem te moeten overgeven, waarvoor ze later weliswaar excuses aanbood. Wat Gordon haar echter nooit heeft vergeven, is de gedwongen coming-out in de vijf uur show, waarbij ze de vraag via het publiek liet lopen, tegen zijn uitdrukkelijke wens in. De conflictgeschiedenis gaat verder. Waarbij Tina Nijkaamp, destijds werkzaam achter de schermen bij Katrien, beweert dat Gordon haar destijds verbaal heeft mishandeld. Gordon ontkent schreeuwen, maar geeft toe boos te zijn geworden, vooral omdat hij als beginnend artiest had aangegeven niet over zijn liefdesleven te willen praten. Voor Gordon behoren Katrien en Tina tot de mediamensen die zijn leven behoorlijk lastig maken. Het baart hem zorgen, vooral met het oog op zijn mogelijke muzikale comeback. In een openhartige schets van zijn gevoelens schrijft hij, het is behoorlijk intens als je bedenkt hoe genadeloos de media de afgelopen jaren over mij hebben bericht. Natuurlijk mag iedereen een mening hebben, maar het maakt me wel nerveus.